De Koning Boudewijn Stichting wijdt een tentoonstelling aan Raoul Servet om hulde te brengen. Het is echt een eerbetoon aan de Belgische pionier van de animatiefilm. Hij heeft een ongelooflijk fantastisch oeuvre gerealiseerd en eind 2019 schonk hij een groot deel van zijn grafische werk aan de Koning Boudewijn Stichting. Als men naar kijkt naar zijn palmares die hij bij elkaar heeft gebracht, is dat echt indrukwekkend. Hij is de paus van de Vlaamse animatiefilm, maar ook van de Belgische animatiefilm. Hij was een van de allereerste die met animatiefilm bezig was. En hij heeft in heel de wereld prijzen behaald, een 60-tal in totaal, internationaal en nationaal. En dat zijn niet de minste. Het was de eerste Belg die in Cannes de Gouden Palm heeft gekregen voor zijn kortfilm Harpia. Je trouve qu'il fait une c'est un artiste qui dont on ne voit pas assez l'importance et assez à quel point il incarne des particularités de la créativité belge de ce qui vraiment particularise la création en Belgique. Puis surtout parce qu'il raconte l'histoire du dessin animé. Il traverse vraiment tout un moment de l'histoire du dessin animé en Europe. Met deze tentoonstelling hebben we echt getracht om de experimentele geest, de creatieve geest van Raoul Servet, maar ook zijn drang naar innovatie, zijn voortdurend zoeken naar nieuwe technische mogelijkheden in kaart te brengen. Maar ook zijn passie voor de kunsten, zijn passie voor surrealisme, voor Paul Delvaux. En dus we zien hier werk in deze tentoonstelling van zijn eerste films, maar ook tekeningen voor zijn allerlaatste kortfilm Der Lange Kerl. En door dit alles hier samen te zien, zien we echt hoe Raoul Servet steeds op zoek gaat naar een andere grafische toepassing. Ik vind de tentoonstelling zeer geslaagd. Die drie zalen zijn mooi gevuld, een goede selectie gemaakt geweest door mijn talrijke tekeningen die ik destijds heb gemaakt. En voor mij was het ook een verrassing van mijn oude werken terug te zien, want ik was ze totaal vergeten. En die oude werken terug te zien, dat was een hele ervaring. Ik heb heel veel ontdekt bij het inventariseren. Zoals bijvoorbeeld inderdaad, hoe alles verbonden was met elkaar. Alle thema's die wederkeren, stijl die wederkeren, hoe hij van het ene naar het andere gaat, maar toch zijn vorige films loslaat in een zekere zin, om volledig opnieuw en creatief te beginnen. De eerste selectie heb ik gemaakt op basis van verschillende kenmerken. Hij geeft altijd prioriteit aan de inhoud van zijn films voorop de stijl. Dus ik heb geprobeerd om bepaalde kenmerken van zijn stijlen toch terug te zien komen. Als ook de onderwerpen die ook wederkeren, oorlog, onderdrukking, magisch realisme, om van alles een beetje te kunnen proeven. En ook om zicht te krijgen op zijn technieken. Donc c'était vraiment nécessaire de d'un jour mettre ça en avant et de montrer que chaque film est un monde en soi et a une écriture particulière. Et c'était vraiment nécessaire de faire cohabiter tout ça et puis de montrer aussi évidemment quels étaient ses outils, comment ils vivaient, comment ils créaient véritablement ces films, parce qu'aujourd'hui les techniques ont tellement changé. Les jeunes animateurs, ils vivent avec des outils qui n'ont plus rien à voir. Et c'est toujours intéressant de connaître les racines d'un art qu'on pratique. De schenking is voor ons de juiste beslissing geweest. Enerzijds omdat wij altijd bezorgd waren hoe gaan wij dat oeuvre kunnen bewerkstelligen voor de komende generaties. En dus dat was een grote bezorgdheid. En de Koning Boudewijn Stichting kan al die garantie geven dat over 10, 20, 50, 100 jaar nog altijd zijn werk toegankelijk zal zijn. En in goede omstandigheden zal gecatalogeerd worden en ook bewaard worden. Ik ben geen conservator en ik ben blij dat mijn werken kunnen getoond worden. Ik zou dat zelf niet kunnen doen. En de stichting heeft de middelen daarvoor en de bekwame personen daarvoor. Dat geeft inderdaad een gevoel van rust. Van rust. Ik kan rustig zijn nu. Er zijn andere mensen die meer bevoegd zijn dan ik, die zich bezighouden met de collectie.